Doe-parlementariër Karel Breeveld heeft gisteren op de openbare vergadering in de Nationale Assemblée aan de regering gevraagd waar de inkomsten uit de Petro-Caribe-deal naartoe zijn gegaan. Breeveld vroeg dat tijdens de behandeling van de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. In de memorie van toelichting van de wet staat dat de integriteit van het financieel stelsel van Suriname gewaarborgd moet worden en dat gerelateerde illegale activiteiten moeten worden tegengegaan. Breeveld gaf aan dat ook de regering zich moet houden aan wet en regelgeving. De parlementariër vroeg ook wat er met de extra inkomsten van $4 miljoen is gebeurd uit de levering van 20.000 ton rijst aan Venezuela. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat ten aanzien van deze behandeling het belangrijk is om ook naar het totaalplaatje te kijken. Ook te kijken naar de manier waarop de regering bepaalde zaken doet. Mevrouw de voorzitter, in dit kader wil ik aanhalen, u weet dat er een Petro-Caribe deal is, waarbij er sprake is van tranches, 20.000 ton aan rijst en paddy en een volgende tranche van 30.000 ton. Daarbij zouden er de extra ontvangsten, namelijk van de eerste tranche van 20.000 ton, daarbij zou dus de eerste tranche de $4 miljoen extra US-dollar die beschikbaar zou worden gesteld aan projecten, maar ook aan ondersteuning van de sector zelf, zou dus op die manier worden gekanaliseerd. Nu begrijp ik, mevrouw de voorzitter, dat die $4 miljoen US-dollar is ontvangen. Maar tegelijkertijd is dat geld niet terechtgekomen bij met name de sector en de ontwikkelingsprojecten die eventueel daarmee zouden worden gefinancierd. Breeveld verwacht dat de regering snel antwoord op deze vragen zal geven, omdat er een tweede tranche rijst van 30.000 ton geëxporteerd zal worden. Kan de regering via de spreker en u mij informeren daarover waar die $4 miljoen US-dollar naartoe is gegaan? Omdat er een tweede tranche komt van 30.000 ton, waarbij weer extra $6 miljoen US-dollar beschikbaar zal zijn. En als dat ook in handen terecht komt van personen waar het niet terecht moet komen, mevrouw de voorzitter, dan praat over $11 miljoen US-dollar. En dan begrijpt u dat op die manier de Surinaamse staat wordt benadeeld, want het geld komt niet terecht waar het terecht moet komen. Ik wil een dringend beroep doen dat deze zaak zo gauw als mogelijk aan ons wordt duidelijk gemaakt. Waar is de $4 miljoen naartoe, US-dollar, die uit de Petro-Caribe-deal extra is ingekomen? Omdat mijn inlichtingen wijzen erop dat de zaak niet kosher, niet zuiver is. Doe-parlementariër Karel Breeveld gisteren in de Nationale Assemblée. Hij vroeg opheldering aan de regering over de inkomsten van verschillende deals.